wel waait voor Wiebes tijd. Hij staat nu aan de Duinkerkstraat in de stad. Door is namelijk een open dag ter ere van 40-jarig bestaan, moet ik het zo zeggen? Ja, dat zegt u helemaal correct en juist, Marcel. De metaal- en scheepsbouwopleidingen bestaat 40 jaar. En Jochem Admiraal die is opleidingshoofd hier. Admiraal, gefeliciteerd. Ja, geweldig. Ja, dank je. Dank je. U staat hier met de handen over elkaar zo van alles onder controle. Helemaal. Nee, we hebben vandaag een hele mooie open dag met allerlei demonstraties hier. En daar verwachten we heel veel bezoek. Want dat bezoek dat kan hier ook heel goed kennis maken met wat we in de praktijk rond scheepsbouw en metaalbewerken doen. En wat doen jullie in de praktijk hier? Wij leren jonge mensen, mannen en vrouwen, hier het vak van scheepsmetaalbewerker, het vak van pijpenbewerker, lasser en constructiewerker. Hoe staat het met de belangstelling? Een eerste jaar met 22 leerlingen vinden wij niet slecht. Nee. Wat is het voor een vak? Dat kunt u beter dan wie ook beoordelen. Naar de toekomst toe? Ja, bijvoorbeeld. Ja, naar de toekomst denk ik. Als we scheepsbouw in het noorden willen behouden, en dat willen we. Of dat zou je moeten willen, laat ik het zo zeggen. Dan heb je vakmensen nodig die een goede, gedegen opleiding hebben gehad. Die gestructureerd door alle aspecten van het vak zijn geloodst in 2 jaar tijd. En dat doen wij hier. Daarnaast doen we natuurlijk ook nog omscholingsprojecten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En dat doen we redelijk succesvol, want een aantal daarvan zitten inmiddels in de BBL-opleidingen. We verzorgen lasopleidingen voor praktijkscholen. Ja, ja. Leiden jullie dan ook voldoende vakmensen op om die scheepsbouw te behouden als het gaat om voldoende aanwezigheid van voldoende vaklui? Ja. Wij denken van wel, als je het maar elk jaar doet. En daar zit natuurlijk een beetje het probleem in de scheepsbouw of in de metaal aan zich, dat het nogal conjunctuurgevoelig is. In het tweede jaar hebben we eigenlijk maar 10 leerlingen. Dus dat was een hele magere opbrengst. Als je ieder jaar 22 doet, dan komt het wel goed. Nee. Natuurlijk is het zo dat in heel veel bedrijven het haar wat grijzer wordt bij vele medewerkers. Ja. Ja. Nou, even iemand toe waarvan het haar niet grijzer wordt. Tini Asselman. Tini, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doe jij precies? Wat volg jij voor opleiding? Ik heb een BBL-opleiding hier gekregen inderdaad. Constructiemedewerker, allround constructiemedewerker. En uiteindelijk word ik dan pijpfitter, ja. Dus pijpbewerker inderdaad. Ja, waarom heb je voor dat vak gekozen? Ik ben er toevallig tussen gerold. Ik heb via de gemeente waar ik dus inderdaad een tijdje werkloos ben geweest, heb ik inderdaad de optie gekregen om bepaalde dingen uit te proberen. Dus houtbewerking, metaalbewerking, lassen, techniek inderdaad. En uiteindelijk, ja, metaal en inderdaad lassen vond ik zo leuk dat ik zei, nou, daar wil ik mee door. En via ben ik hier bij de MSO beland en bij Wolfhard en Wessels. En mag ik nou gewoon deze prachtige opleiding doen? Ja. Je mag het en je moet het daar niet meer vragen, maar doe het toch even stiekem. Is het vrouwenwerk? Zeker. Het is wel een mannenwereld, toch? Nee, absoluut niet. Nee hoor. Nee, ik voel me helemaal thuis hier. Ja. Hey, en hoe lang duurt dat nou voordat je echt professioneel in de bak mag en kan? Anders gezegd dat je je diploma haalt. Vorig jaar heb ik in 1 jaar tijd niveau 2 afgerond. En ik ben nu begonnen met niveau 3. Daar staat officieel 2 jaar voor, maar je kunt het ook versneld afronden. Wat heb jij gedaan? Ik heb dus inderdaad vorig jaar versneld afgerond. En inderdaad niveau 3 gaan we ook iets sneller doen dan 2 jaar in ieder geval. Want ik ga er geen 2 jaar meer over doen. Nee. En daarna ben je officieel natuurlijk wel professioneel. Maar of je dan alles kan? Ik denk dat je echt nog veel meer moet leren voordat je echt een professioneel persoon daarin bent. Ja, dat is met autorijden waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En heb je al iets op het oog waarvan je zegt van ik wil die kant op? Ja, want inderdaad, ik werk nu dan inderdaad bij Wolfhard en Wessels. Daar word ik opgeleid als pijpfitter. En ik mag daarmee op voorbewerking ook opwerken. Dus ik kan op 2 plekken ingezet worden. En dat is wat ik heel leuk vind inderdaad. Gewoon verschillende dingen doen binnen het bedrijf. Ja, je straalt wel, dat is een compliment, wel zelfverzekerdheid uit, moet ik zeggen. Ja, dank je. Ja, ben ik ook. Ja, nou, alle goed zou ik zeggen. Dank je wel. Even terug naar Jochem Admiraal nog even over de open dag, zeg maar. Welke mensen zouden hier naartoe moeten komen vandaag? Over het algemeen, iedereen die denkt, wat zou er achter die mooie gevels zitten? En daar staat wel met grote letters metaal- en scheepsbouwopleidingen op.
Maar mensen hebben meestal geen idee wat een mooie werkplaats daarachter schuilt. Prettige dag. Veel succes met opleidingen. Heel erg bedankt. Ik zeg tegen Jochem Admiraal, opleidingshoofd van metaal- en scheepsbouwopleidingen in de stad die 40 jaar bestaat. En voor de goede orde, voor mensen die naar die open dag willen, is aan de Duinkerkenstraat 56 in Groningen.